Hey, what's good? Het is je pandensteen vechten en super tof dat jij weer kijkt naar deze video. Oké, een tijdje geleden, toen ging het niet zo goed met mij. Maar vandaag ga ik het hebben over mijn hartstilstand, hoe het was, die dag zelf. Ik dacht van heel veel mensen, die waren heel erg benieuwd van, nou ja, hoe ik me die dag voelde. En wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd die dag. Dus ik dacht van, nou ja, waarom leg ik het niet uit? Ik weet niet meer welke dag het was, voor mij was het 1 juli of zo, toen ik mijn hartstilstand had. En dat was best wel, ja, vaag. Want ik werd die dag wakker en wat ik deed, ik had een video opgenomen. Dus in die ochtend had ik een video opgenomen. Toen was ik heel druk, drukker dan normaal. Ik weet ook niet wat ik had. Ik dacht zelf ook bij mezelf, waarom ben ik zo druk? Oké, ik zeg deze dingen nog best wel veel dingen, maar ik wil niemand bang maken of zo. Dat zeg ik even van tevoren. Want sommige mensen die hebben ook, weet ik veel, die zijn ook soms ineens druk. Tuurlijk heb ik dagen dat ik ook gewoon druk ben en zo. En dat is normaal. Kijk, stel je bent er onzeker over of zo, dan kan je altijd naar een huisarts of zo gaan. En dan kan je voor je gaan bekijken. Je hoeft niet bang te worden voor deze video of zo, want dat wil ik echt niet. Ik weet nog wel dat ik die ochtend allemaal domme liedjes ging opzetten en een beetje dom ging dansen met mijn zusje. En ik zat die middag, had ik me opgegeven voor een volleybaltoernooi. Ik ging daarvoor elke dag naar de sportschool, daarna voetballen. Ik ben niet goed in leren, dus dan ben ik wel goed in sporten. Dat is logisch. Ik had me opgegeven voor een volleybaltoernooi. En het idee was, nou, ik ging met wat vrienden volleyballen. We dachten van, oké, gaan we gewoon volleyballen en dan gaan we gewoon goed feesten. En een beetje ouwe hoeren met de volleyballen en zo. Oké, ik kan niet volleyballen, maar voetballen kan ik dan wel. Dus wat ik de hele tijd ging doen, ik wist dat je met je voeten mocht. Dus ik ging gewoon een beetje ouwe hoeren met mijn voeten. Alleen ik was de hele tijd als ik ging sporten een beetje wazig in mijn hoofd. En ik had de hele tijd rare hartkloppingen. Ik dacht van, boeien, weet je, ik ben jong. Wat gebeurt mij nou weer dan? Er gebeurt mij niks. Dus wat ik had was de hele tijd dat ik tijdens het rennen of zo, dat die raar ging doen. En ik dacht, wat doet hij? Weet je, en dan klopt hij en dan ging hij sneller en heel vaag, gewoon ritmestoornis. Maar ja, ik dacht, kan geen kwaad, weet je. Ik heb dat best wel vaak. Dan kwam mijn moeder en mijn zusje en mijn zus even kijken. Tegenstander sloeg op en ik wou hem zo terugslaan, maar ik ben slecht. Dus ik mis alles toch de hele tijd. En ik moest de hele tijd rennen om die bal te pakken. En dat heeft mijn hart een beetje getriggerd om verkeerd te gaan doen. Hij slaat op. Ik wou hem terugslaan. Nou, lukte niet, ik was te laat. Dus ik gooi die bal terug. Ik dacht, ik loop terug naar mijn positie. En op het moment dat ik terugliep, dacht ik van, hey, er klopt iets niet. Goed. En ik voelde dat hij heel raar deed, dat hij in die ritmestoornis bleef. En dat hij hier zat. Hij zat in mijn keel, maar hij ging er niet meer uit. Het leek net of hij door ging schieten en dat hij deed heel raar. En ik begon ineens allemaal spikkeltjes te zien. Toen dacht ik al bij mezelf, oh, ik ga wegvallen. Dus ik wou zo'n vriend beetpakken. En nog steeds had ik het gevoel dat ik een beet pakte. En toen ben ik zo wof voorover in het zand gevallen. Toen dachten mensen dat ik gewoon aan het ouwhoeren was. Want ik was de hele tijd aan het ouwhoeren. Want ja, dat doe ik gewoon. Een beetje ouwhoeren. Dus iedereen dacht, oh, Steven, kom op, ga gewoon weer staan. Er is niks aan de hand. Kom, gewoon staan. Maar ik ging niet staan. Dus op de deur, dit heb ik allemaal gehoord, dit weet ik natuurlijk niet. Heeft iemand mij of zo proberen op te tillen. En toen zag ik dat ik zo bleef liggen en dat ik, weet ik veel, ging schokken. Dat mijn lippen blauw werden en allemaal van die dingen. Toen is mijn moeder naar me toe gegaan. Die is voor mij naast me gaan zitten. En ik heb gewoon geluk gehad dat mijn hart uit die hartstilstand gewoon weer vanzelf iets heeft gedaan. Dus dat ik denk toch dat ik door die schok, dat iemand me optillen en dat ik zo neerknal, dat die knal me toch even weer. Ik dacht altijd vroeger dat een hart gewoon uit zichzelf kon stoppen, maar dat is niet zo. Een hart die stopt niet, hij gaat gewoon te snel of te sloom en mijne ging te snel. Ik merkte van mezelf dat ik bijkwam. Ik geloofde dit nooit, maar ik zag ook gewoon iets van flits of zo of rare dingen de hele tijd. Maar wat ik wel zag is dat ik mezelf op een of andere manier zag liggen of zo. En dat klinkt allemaal vet vaak. Wou ik bijkomen, maar lukte niet en alles draaide. Ik had het gevoel dat alles om me heen draaide en ik weet niet wat er gebeurde. En ik kreeg mijn ogen niet open. Ik zat in mezelf te praten, hoezo krijg ik mijn ogen niet open? En ik hoorde niks. En toen ik bijkwam, zag ik alles wazig. En toen keek ik steeds. En toen kon ik weer eindelijk zien. En toen kwam mijn geluid weer terug. En toen zei ik het allereerste, want ik voelde mijn hart heel raar. Ik zei, mijn hart was het. Mijn hart doet raar. Toen belden ze 112. Toen hadden ze me in de ambulance gedaan. En toen deden ze automatisch gewoon zo'n hartmonitor om. En toen hoorde ik ineens die vrouw zeggen van, oh, dit is niet goed. Dus ik dacht, oh, nou ja. Ze bleef heel rustig. En dat is iets wat ik heel fijn vond. Iedereen bleef heel rustig. Ambulance. En ik had een flesje water gekregen. Want er zat allemaal zand in mijn mond. Dus ik dacht van, nou, ik neem die zand gewoon even wegspoelen en zo. En dat mocht allemaal. Oké, jongens, ik doe mee met het Hart voor Hart campagne. Wat houdt het in? Oké, we zoeken meer collectanten via een online inschrijving. Oké, de site waar je online kan inschrijven wordt volgende week bekendgemaakt. En we hebben 4 teams. Ik zit in team Pacemaker en ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met Roy en Levi Jansen. En wat we doen, we strijden eigenlijk tegen die andere teams. Oké, we proberen zo snel mogelijk geld in te samen. En jullie kunnen daarbij helpen. Oké, hoe je doet het? Het is niet zoals vroeger dat je ouder werd. Dat iemand langs de deur komt. En dat je dan gewoon geld kan doneren met kleingeld. Nee, we doen het nu gewoon via Tikkie. Iedereen kent Tikkie wel. Het is
is gewoon een betaalprogramma. Best wel simpel. Stel, ik heb met jou gingen we uit eten. En jij krijgt nog 2,50 van mij. Nou, dan kan je dat via de Tikkie. Dus dan stuur je gewoon naar WhatsApp of weet ik veel, via Facebook of zo. Naar diegene toe. Dan kan hij het geld overmaken. Het is echt heel simpel. En op die manier proberen we geld in te zamelen. Oké, jongens, voor meer informatie of zo houden de andere YouTubers ook in de gaten. Dus ga ook even naar hun kanaal toe. Het zou super zijn. En dan zie ik jou met je leuke koppie weer later. Like en abonneer. En dan zie ik jou volgende week. Like en abonneer. En dan zie ik je zondag om 11:30 weer met een nieuwe video.